De districtscommissaris van Saramaka, Lakshmi Narayan Dubey, zegt dat hij nooit tegen een politieagent heeft gezegd dat hij boven de politie staat. In de eerste week van september kwam de burgervader in opspraak toen hij een verkeersovertreding had begaan in Henaar, Nikeri. Volgens de politie zou Dubey de agent niet correct hebben aangesproken en het bevel hebben genegeerd. De DC zegt dat dit niet op waarheid berust. Alleen qua bestuurlijke, daar sta je dus in verhouding met de politie, omdat dat in je portefeuille berust. En dan sta je daar op bestuurlijk niveau voor handhaving van rust, orde en veiligheid, sta je daar aan het hoofd van de politie in het district. Maar voor de rest, staatsrechtelijk, is de PG de baas van de politie. En voor wat politionele taken betreft, daar kan een DC niet gaan inmengen. Dus ik kan onmogelijk hebben gezegd dat ik boven de wet sta en boven de politie sta. Men heeft dat soort dingen gebruikt tegen mij om hun eigen fouten te camoufleren en te dekken. Maar u weet, een rein geweten, die vrees geen aanklacht. Dus ik weet wat is gebeurd en wat niet is gebeurd. Voor mij was het gewoon een simpel ding. Heel simpel. Ik ben toen met toestemming van de politie vertrokken en achteraf hoor ik een heleboel andere verhalen, dat ik zomaar ben weggereden, et cetera, et cetera. De burgervader zegt dat toen de politie hem vroeg uit zijn voertuig te stappen, hij dat weigerde omdat hij zich bedreigd voelde. Toen ik hem zei van, goedemiddag, DC Dubey van Saramaka. Toen zei hij van, wat? Dus ik probeer even, dat ga je niet doen toch? Ik bedoel, weet je, en dan word ik bang. Want kijk, nu zegt men een heleboel dingen. Maar ik zal je zeggen, was ik uitgestapt, dan zou men zeggen, ik heb een politieagent geduwd. Want op dat soort dingen wacht men. En ik ben heel voorzichtig wat dat betreft. Dus ik heb voor mijn veiligheid gekozen. Is het onderzoek al voltooid? Ze hebben me gehoord, et cetera. Dus ik wacht af. Men vergelijkt dit incident ook met een incident dat jaren terug heeft plaatsgevonden in Nikeri. Is dat een andere DC geweest en nu een andere DC? Inderdaad, dat is een andere Dubey geweest en dit is een andere Dubey. Maar ik weet zeker, ik wil niet over oude zaken praten, maar als ik deze meneer straks duw en rammel, gaat hij me ook rammelen toch? Dus dat is dan gebeurd, maar ik begrijp als DC als iemand je slaat, moet je niet terugslaan. Dat was de districtscommissaris van Saramaka, Lakshmi Narayan Dubey, over het incident met de politie te Nikeri. Hij zegt dat de politie hem juist onheus heeft behandeld.